Daar zijn we weer. Weer bij Café de Pauw. Het is weer zoiets. We gaan beginnen met de Zutte Inval. Nou, dames, welkom bij de Zutte Inval. Ik zit hier aan de tafel met... Angelique. Camilla. Mariella. Bye. En samen zit hier... Veer. Nou, Veer, welkom. Wat zit hier? We zijn Veer, dames. We hebben ons samengepakt voor een vrouwenzitting te organiseren. Een neel. Voor de dames een neel. Ook eromheen uiteraard. Maar vooral voor het neel een beetje ook voor de damesgets. Te organiseren. Ja. Oké, is het de eerste keer dat je dat organiseert? Nee, we doen dat dus nu voor het derde jaar. Voor het derde jaar, oké. We hebben dat dik 3 jaar geleden overgenomen van de vorige garde. Ja. En we gaan nu zelf voor het derde jaar de volledige avond weer organiseren. En ja, dat beveelt goed. Nee, maar ja, maar dan ja, doet je niet voor het derde jaar. Zeker, ja. Vertel eens even, die eerste 2 jaar, wie is dat gegaan? Onverwachts heel goed, ja? Wat ons betreft. Ja, ook hele goede respons eigenlijk van het publiek. Mm-hmm. Ja, eigenlijk een hele gezellige avond is het allemaal geworden. Goeie verkoop van kaarten. Dus het was eigenlijk voor ons heel verbazingwekkend, zou ik zeggen. Oké. Dat het zo goed ging. En wat kunnen we een beetje dan verwachten? Wat hebben we ervoor gewoon de jaren gehad? Want ja, van dit jaar gewoon voor niet verklappen. Het programma houden we nog even geheim. Ja. Wat hebben we ervoor gaan de jaren gehad? Wat kunnen we een beetje verwachten? We zijn begonnen met het eerste jaar. Dat waren Duvels Tirol. Daar je voor de Tiroler Teufel. Erik Kruts. En voor eigen artiesten. We hebben meestal 2 of 3 betaalde artiesten. En eigen jongens uit eigen dorp. Dus, oké. Okay. Ja. En als je dan mensen benadert voor gaat te komen doen, is er dan ook gelijk animo voor? Of moet ze er eerst over nadenken? Dus de mensen met u helpen in uw show, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt het niet over publiek. Nou, meestal is het wel zo dat voor ergens gaat leuks oppikken. En dan proberen voor de mensen te benaderen van, hey, heel erg leuk. Kan dat ook bij ons? Ja. En Neil is ook altijd een heel erg leuke bondje avond. Die mensen proberen we dan te benaderen. Er werd dan meestal in een kleine draai aangegeven dat het toch weer iets speciaals is. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk ook al mensen die dat dan gezien ja, hebben. Ja. En over het algemeen, als we de mensen vragen voor bij ons gaat te doen en verrijken hun gaat aan, twijfelen ze heel even, maar zeggen ze gewoon genoeg ja, we doen dat. Okay. We vinden dat leuk om vrucht te doen en we doen dat. Oké, okay, super. En Peggy, doet je zelf ook gaat? Of besteed je alles uit? Nee, we doen zelf ook gaat. We hebben het eerste jaar een eigen liedje gemaakt. Neem de vrouwelijke stil. Ja. Dat hebben we vorig jaar ook nog gedaan. En ieder jaar doen we ook zelf een act, een dansje of een ja, leuks in ieder geval. Oké, okay, ja. En wie verzint dat dan? Doet je dat samen of het ene dat alleen? Of vergeet het? Ja, wel een beetje samen. Van dit jaar mogen we natuurlijk nog niet vertellen wat je gaat doen. Nee, we hebben al het hele jaar geoefend. En we hebben het nog niet onder de knie. Oké. Okay. Ja, maar dat is wel het leukste. Ja. Moet niet precies kansen. Hebben we ook een speciaal thema? Ja, we proberen ieder jaar een heel leuk thema op te zetten. Dat is het eerste jaar Duvels Tirol geweest. Het vorig jaar hadden we voor cowboys en indianen. Dat is ook leuk. En dit jaar hebben we voor springparty. Nu is het na de vastelavond. Dan zijn de mensen al dat je het moeilijker met verkleien. Want over het algemeen, als we een thema hebben, is de hele zaal omgetoverd in het thema. Dat is wel het leukste, met... zeker als het thema is. Ja. Ja. Met alle mensen die doen altijd met, waar we altijd heel trots op zijn, dat die dus daar altijd aan meedoen. Ja, ja. En dit jaar hopen voor veel fleurige en bloemkes spring voor jaar. Ja, moet toch lukken of niet? Ja. Dus, beetje, als we nog een beetje fijn weer hebben. En als we geen fijn weer hebben... Binnen is de party toch, binnen is het los. Zijn er nog kaarten te krijgen? Of, ja, ik neem aan dat we er kaarten voor moeten kopen, hè, voor binnen te komen. Ja, er zijn nog kaarten te verkrijgen. We hebben januari in de vuurverkoop gehaaien, maar die kaarten wat nu over zijn, zijn nog te verkrijgen bij Café Dorp in Mischneel en bij de première in Mischneel. Oké, okay, en als ik die kaarten ga halen, wanneer moet ik dan wo zijn en wie laat? Want wo is het te doen? In Café Zalen Dorp bij Lyon in Mischneel. En welke datum? Op vrijdag 4 maart, half vaste. Vanaf half acht. En het is een vrouwenzitting. Mogen er dan alleen vrouwen winnen of mogen er ook heren winnen? Eigenlijk alleen vrouwen. En de heren kunnen zich vermaken voor in de café.
En als ons programma afgelopen is, gewoon de deuren open en dan kan iedereen zich samenvoegen. Oké, dus we hebben ook nog een afterparty. Werd er nog wat speciaals gedaan of is het gewoon gezellig afsluiten? Gezellig afsluiten. Dus we moeten zorgen dat we kaarten krijgen. Dames en heren, in mijn sneeuw en omstrik. Ja, de heren niet, maar de dames wel. De heren gewoon gewoon in de kroeg zitten. En dan gaan we op 4 maart. Nog café. Het dorp vanaf half 8. Naar de springparty. Naar de springparty van? Veer. Veer zijn daar. Beste kijkers van TV 11, we hebben een unieke aangelegenheid hier, want u weet zeker, de optocht hier in Roermond is uiteraard niet doorgegaan. Maar ik heb wel de jongens die wel doorgaan, carnavalcomité uit Kermt. Hoe is het eigenlijk bij jullie allemaal begonnen? Wij begonnen als een drietal jaar geleden. Ja. Waren er een paar mensen die het spijtig vonden dat er geen optocht meer was door de straten van Kermt. Dus dat is een tijdje gestopt geweest. En daardoor zijn we bijeengekomen en hebben gezegd, daar gaan we voor. Dat was ons hoofddoel, die optocht opnieuw. En nu 3 jaar later is het wel een geweldig succes geworden, moet ik wel zeggen. Ja, want ik veronderstel ook dus dat alle mensen hier van Roermond, dus tweede paasdag, naar Kern komen. Want dan is het jullie grote feestdag. Dat klopt, ja. Dan hebben wij onze optocht, onze sluiter van het Limburgs of Vlaams-Limburgs carnaval, zal ik het zo zeggen. Ja. En welke item hebben jullie dit jaar? Hebben jullie een speciaal item of is het allemaal wat gemengd? Of, Wij zelf als vereniging hebben ook een item natuurlijk. Hè. Ja, onze optocht is eigenlijk een open optocht en dat is minder een echte item gebonden, zal ik het zo zeggen. Maar wij zelf hebben dit jaar een eigen liedje uitgebracht. Oh. Ja, en dat voor de eerste maal, deze maal. Ja. En, het is wel leuk, heel leuk. Een heel gezellig liedje. En, hebben we daar een perfecte zanger voor gevonden. Een echte carnavalist in Vlaams-Limburg. Ja, heel leuk. Tof. En hoe heet dat nummer? Alle zegen komt van boven. Oh, dan zijn jullie goede weermannen. Niet echt die zegen, maar toch wel. Ja, wel, want de afgelopen maanden hebben jullie het dan toch wel voorspeld, want alle zegen kwam steeds van boven. Zo kunnen ze wel noemen, ja. Ja, we kunnen het wel noemen, ja. We gaan meteen eens kijken naar jullie prachtige clip. Alle zegen komt van boven, het carnavalcomité uit Kermt. De nonnen van het bloedenpark, die stonden voor het raam. Ze gluurden naar meneer pastoor, want die stond hun wel aan. Hij was zo knap, had gouden haar, het was een echte vent. Man waar je verliefd op wordt, in Kermt was hij een held. Alle zegen komt van boven, zongen de nonnen in koor. Laat hun liefde maar stromen, voor een geliefde pastoor. Hij zoekt u naast de beneden, dus we zijn er voor elkaar. Kom maar vlug bij ons benen, want we staan voor u klaar. Kom maar vlug bij ons benen, want we zijn er voor elkaar. Prachtige clip. Ja. Waar hebben jullie al die nonnetjes gevonden? Want dat zijn er toch wel heel wat. Veel goed mee, hè? Dat waren leuke nonnen. Ja, tuurlijk. We zijn een vrij jonge vereniging. En, die hebben het wel. Die mensen hebben allemaal meegedaan, dat was heel leuk. In jullie carnavalleven, wat is zo'n beetje jullie mooiste herinneringen, jullie mooiste belevingen is er geweest in jullie carrière? Bij het carnavalscomité? Ja. Is de, eigenlijk in mijn ogen de korte tijd dat wij zoveel gerealiseerd hebben het eerste jaar. Ja. We zijn begonnen 4 jaar geleden en 3 jaar geleden hadden we een van drie grootste optochten van Vlaams-Limburg al. En die realisatie op zo'n korte tijd was voor ons geweldig. Echt, dat heeft heel veel energie gekost, maar heeft ook heel veel teweeg gebracht in de regio, zal ik zo zeggen. Hebben jullie dit jaar veel collega's uitgenodigd, collega's carnavalgroepen? Ja,
Natuurlijk. Wij proberen elk jaar in de regio, in Kermt eigenlijk, zoveel mogelijk carnavalsculturen te brengen. Ja. Want elke carnaval is eigenlijk uit een cultuur ontstaan. En daarom zullen er ook dit jaar diverse groepen zijn vanuit Nederland, uit deze regio, Budel, Soerendonk, die in richting Kermt afzakken. Ja. We hebben ook verenigingen die komen van Vlaanderen, Aalst, Dendermonde. Oh, die richting Hasselt afkomen. Of Kermt, zullen we in dit geval zeggen. Kermt, ja. En daarbij nog een mengelmoes van heel veel typerende, mooie Vlaamse, Limburgse verenigingen die aanwezig gaan zijn. Ja. En daarbij onze lokale. Ook hebben wij verschillende fanfares in onze optocht. Ja, ja. We zitten met een fanfare vanuit Leeuwarden dit jaar. Oh, vanuit Friesland? Ja. Oh. Ja. Dus het is een internationale aangelegenheid bij jullie? Zo kun je het wel noemen, ja. Niet dat ons doel daarvoor is, maar het wordt internationaal als je veel culturen bijeenbrengt. Dus, ja, dus het gaat vooral om onze kwaliteit, entertainmentgehalte naar de mensen toe te brengen. En de plezier, de vrolijkheid van carnaval te laten weergeven. En heel veel verenigingen die we ook uitnodigen, die doen dat. Die uit Leeuwarden met een mooie optocht van varen. Laten we dan de regio's van Vlaanderen, de regio's van boven Nederland met hun dansjes langs de weg. Die dat heel veel mooie vrolijke, laat ik zeggen, vrolijke omgeving creëren voor de mensen. En daarbij onze Nederland, onze Belgische groepen die de laatste jaren en dit jaar eigenlijk vonden in Genk gezien, echt mooi waren. Echt waar. Staat schitterend voor. Ja. En de kapelaan en de nonnen, die lopen voorop dan, of bij jullie? ik vraag me, ik heb net die clip gezien. Ik ben er helemaal vol onder de indruk. Helemaal vol onder de indruk. Je zal dit jaar een zwangere non zien, ja. Oh, een zwangere non wel. Een zwangere non, ja. Okay. Oh, dus dan blijft het niet binnen de muren van het klooster? Nee, ditmaal niet. We pakken het ermee uit in het groot. Dat kan ik je al verraden, ja. We hebben ook het gezegend wijwater bij, dus sowieso voor iedereen. Ik kan daar eens mee proeven en de biechtstoel, ja, natuurlijk mogen wij die ook niet vergeten. Hè. Die zal er ook bij zijn. En we gaan openen, ja. We gaan een van de eerste zijn. Natuurlijk, traditioneel gaat onze stok als eerste zijn, maar daarachter kan je gerust genieten van ons wagentje en ons nummer. Natuurlijk, want daar worden we heel vrolijk van. Als we doen. Want elke kijker die dat ziet, ja... Als je een kunstgebit hebt, dan val je bek op en het bovenste gedeelte valt er ook nog gelijk uit. Het is ongelooflijk. Maar wat willen jullie ook nog in de toekomst gerealiseerd zien? Dat jullie zeggen van kijk, dat is iets voor de komende jaren. Als je daar al iets van kan vertellen. Natuurlijk, wij willen naar de toekomst ook proberen blijven af en toe een liedje op de markt brengen. Sowieso. Oh, dat is fijn. En tweede willen wij ook investeren in de jeugd. De mensen die meehelpen in festivals en zo. Want wij zijn een volledig zelfbehoevende vereniging. Wij zijn hier volledig afhankelijk van vrijwilligers. Wat we ook willen, wij proberen dan ook verenigingen in de regio ook te mogen genieten van het werken. Waardoor die ook meer armslag krijgen en ook de kwaliteit naar boven gaat in de regio. En dat zou heel leuk zijn als we dat zouden kunnen realiseren. En dat is ook een van de doelstellingen ook van die verschillende culturen naar ons te brengen. Ja. Die mensen tonen ook hoe zij carnaval vieren. En ik denk vooral in dit verhaal in zijn geheel, dat we dan op dat vlak de meerwaarde willen bieden aan totaal carnaval in de regio. Want in mijn woorden blijft, ook in West-Limburg wordt goed carnaval gevierd. Al zeggen sommigen, het is minder de laatste jaren, maar niet in Kermt en omstreken. Nee. Kermt leeft, heb ik. Kermt leeft erop, ja. Het is een echt volksfeest. Ja. Ja. Zo zeggen, heel veel succes op paasmaandag. Wij zijn zeker aanwezig, want we komen mee feest vieren. Dat is fijn. Welkom. En aan elke kijker zou ik zeggen, the place to be is in Kermt op paasmaandag. Want alle zegen komt van boven, zegt de kapelaan, geassisteerd, zo zijn vele nonnen. En proost op het carnavalcomité van Kermt en op de kijkers van TV11. Dit was weer een aflevering van Zoete Inval. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.